Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag. Ik ben nog altijd verkouden. Het is nu iets na 7 en ik ga mijn kamer een deel opruimen. Ik ga eerst kijken naar het kalenderbriefje. Hij is zoals deze tekening. Die vond ik niet zo heel erg leuk. Vandaag is het deze tekening. Die vind ik wel erg leuk. Deze is van BD Design. Of BD Design. Zo, mijn kamer is al een klein beetje netter en nu ga ik ontbijten. Hallo, net mijn vlogbeelden op de computer gezet, ontbeten, mij omgekleed. Een heel klein stukje van mijn Instagram stories gekeken, want dat probeer ik nu vaker en vaker op mijn laptop te doen, zodat ik niet in het rat hole raak van scrollen en swipen. En dat helpt. En nu ga ik naar mijn werk. Ik moet trouwens nog altijd een manier vinden om mijn GoPro op te laden, zodat ik hem kan gebruiken om af en toe carpool karaoke. Terwijl ik op weg naar hier was, heb ik mijn podcast geluisterd. Ik heb Tyler Oakley en Corey Cool uitgeluisterd met Psycho Babble. En nu ben ik naar de beste social media podcast aan het luisteren. Als je wil, maak ik wel een keer een artikel over welke podcast ik op dit moment luister. Hallo, ik zit weer in de auto. Mijn verkoudheid is trouwens redelijk goed verbeterd. Ik heb nog wel snot, maar heel wat minder dan dit weekend. Want dit weekend zat het precies wel echt op zijn hoogtepunt. Nu is het 6:30 en ik ga naar huis. Ik heb wel een werk waar dat de werkuren redelijk hard variëren. En afhankelijk van de openingsuren je ze eigenlijk ook redelijk goed zelf kan kiezen. Je moet hier zijn uiteraard als het bezoekerscentrum open is, maar verder zit je niet zo hard aan tijd gebonden. Je moet natuurlijk wel een aantal uren werken. Maar ja, ik vind het wel leuk. Maar ik heb ook wel graag die structuur van dan tot dan werk ik. Dus meestal werk ik wel vanaf een bepaald moment tot zeker een bepaald moment. Oké, we gaan naar huis. Ik heb zin in lasagne, dus we gaan naar huis. Hallo. Het is nu iets voor 10. Ik ging eigenlijk vroeger gaan slapen. Maar het werkte nog een aantal dingen tegen. Zo was ik bezig met het recap van mijn week. En Canva werkte de volledige tijd mee. Dus ik had al mijn story templates opgeslaan. En toen bleek dat ik gewoon heel de tijd dezelfde had opgeslaan. Dus ik ga dat dan allemaal mooi aanpassen. En dan nog een keer. En dan nog een keer. En ik kreeg het er echt van. Ik heb ook mijn tablet mee naar boven genomen, zodat ik morgen nog een yoga kan doen. Ik heb zo die onderzetter van de IKEA. Super handig voor kookboeken, maar ook voor mijn tablet. Nu ga ik mijn plantje water geven die van de vensterbank is gedonderd. En ik hoop dat hij er terug bovenop komt. En dan ga ik me omkleden. Eerst ook even het kalenderbriefje, zodat ik het mooi zeker niet vergeet. Flesje! Ik
Misschien als ik nog de straat voor een zon heb. En ik zijn al een eindje, maar ik, als het lukt, ga ik morgen proberen deels mijn kamer te herdecoreren. Of nee? Woensdag? Denk ik. En als het woensdag niet is, dan donderdag. Daar ga ik met mezelf afspreken. Morgen misschien niet, want ik dacht dat ik morgen niet ging vloggen. Dus, misschien is dat wel zo goed, zo fijn om het niet te doen. Maar ik ben nog niet zeker dat ik morgen niet ga vloggen. Ik heb wel zin om te vloggen. Och ja, als ik een beetje te veel vlogs opneem, dan is dat ook niet erg, want dan komt het allemaal wel goed. Maar ik kan misschien morgen vloggen en dan in de plaats... zondag niet, want zondag ga ik toch heel tijd op mijn werk zitten en in de cursus. Dus... Al waarom heb ik niet zoals Bonnie gewoon dat ik in het begin van de week opschrijf wanneer ik ga vloggen en wanneer ik wat doe. Ik moet echt beter mijn kalender bijhouden. Op mijn agenda. Want dat doe ik echt veel te weinig. Ik heb nu eerst nog iets beslist dat ik eerst een TikTok ga filmen. Dat is eigenlijk... Nog mijn volledige outfit. Zonder onesie en sta. Met alles erop en eraan. Is beter om eerst een TikTok samen te filmen. Voilà. Mijn app werkt echt super traag vandaag. Het is nu 11:20 en ik heb eigenlijk de hele tijd TikToks gemaakt. Waarvan 3 goeie, denk ik, en een hele hoop fails. Maar eigenlijk zijn fails ook wel leuk, omdat je die af en toe tussendoor eens kan posten. Als je geen nieuwe video's hebt. En nu omkleden!